Hoi, ik ben Johan. Het ligt eraan dat... dat komt, zal ik vertellen. Dat komt omdat ik de rem erin heb. De rem. Dat komt omdat ik de rem erop. Och mensen, ik heb vandaag zo'n mooi dagje voor de boeg. Ja, dat zeg je in elke video dat je een mooi dagje hebt. Ja, dat klopt. Maar dat heb ik ook. Kijk, als jij het type bent die de hele dag alleen maar narigheid, ellende en ik heb altijd pech uitstraal. Ja, dan krijg je dat op de maar ik straal positiviteit, dankbaarheid en liefde uit. Althans, dat probeer ik. En dan krijg je dat ook op je pad. Dat is de wet van de aantrekkingskracht. Dus ja, ik heb een hele mooie dag voor de boeg. Sowieso zijn we dankbaar voor deze mooie nieuwe dag. Hè? Dat we weer gezond zijn opgestaan. Dat we weer van deze dag mogen genieten. En voor al het moois wat deze dag gaat brengen. Nou, en dat ga ik vastleggen op video. Wat het allemaal gaat brengen. En dat mogen jullie zien. Nou, wat gaan we dan doen? We zijn nu onderweg naar Excluton in Druten. Excluton. Dan gaan we volle vracht laden voor Barneveld. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst even snel naar de fabriek in Tiel. Daar liggen 8 opsluitbandjes voor ons klaar. Ons, je hoort het al, hè? Ons, hè? Ik praat niet over ik of mij, nee, ik deel het graag met jullie. Zo, ons, ik neem jullie de hele dag mee, dus het is ons. Die ligt voor ons, ligt die klaar. Dus die gaan we even snel oplaaien. En dan... gaan we die later op de dag lossen in Soest. Ja. En wat we verder gaan doen de rest van de dag, dat vertel ik later wel. Misschien vraag je je nu af waarom ik die bandjes midden op de bak zet en niet voor de kraan, zoals we normaal altijd doen met stenen. Dat komt omdat ik de rem erop heb staan, die pin zit in de bak. Ik heb ook een voetrem, maar die ligt op de zaak, die is gemaakt. Vanmiddag gaan we die monteren, dus dan ga ik je laten zien hoe dat zit. Hier staat Maiko al te laaien. En Maiko is even goedemorgen wensen. Alles went. Alles went, behalve de bed. Werk ze, hoi. Mooi vraagje zo, hè? Schitterend. Even gauw overal spanbandje overheen en dan kunnen we door. Goh, ik heb de korte broek nog aan, maar het is best fris. Maar weet je wat het is? Ik heb de hele zomer door heb ik nog geen lange broek aangehad. Het is maanden geleden dat ik een lange broek aan heb gehad. Maar begin nou toch twijfel te worden. Maar goed, ze hebben mij altijd geleerd, benen maakt niet uit als bovenlichaam maar warm is. Dat is het wel. Ik ben natuurlijk warm van mezelf. Maar goed, dat natuurlijk allemaal geheel terzijde. Hoor je mijn stoel piepen? Het is wel leuk om te vertellen.
Er is een jongen en die heet Dennis Knapp. Dennis Knapp is monteur bij de Scania. En ik parkeer mijn auto altijd bij Scania. Maar Dennis die kijkt ook naar mijn video. Dat is hij die naar mijn video kijkt. En, maar die was wat opgevallen. Die hoorde op een gegeven moment de koelkast piepen. Die, in die rails hoorde hij de koelkast piepen. Dat is wel knap dat hij dat hoort. Maar ja, weet je, ik als chauffeur hoorde dat niet meer. Dat zijn van die kleine dingetjes, daar raak je aan gewend en dat hoor je er niet meer. Maar hij zat daar een soort van aan te ergeren, elke keer als hij een video van mij keek. Nou, een hele poos geleden stond mijn auto, voor APK stond die in de garage. En toen dacht hij, weet je wat, toen heeft hij volgens mij aan zijn leidinggevende heeft gevraagd van, goh, zo is er aan de hand. Mag ik daar wat aan doen? Volgens mij moet er een nieuw railsje in of zo, ik weet het niet. En dat mocht. Dus hij heeft buiten mij weten om, heeft hij nieuwe rails in de koelkast gezet, zodat de piep eruit is. Dat is toch helemaal top, hoor niet? Nee, dus bedankt. Oh ja, nu piept mijn stoel. Gaan we daaraan doen? Oh, een beetje olie. Ja, dat is goed. Nou, dan kijk ik zelf ook wel misschien, ja. Komt u maar. Ik moet hier een straat in. Waar is hier een straat dan? Oh, hier. Dat is een beste straat. Speciaal gemaakt voor mij. Jongen, die laat me ook weer een weggetje rijden. Nou wilt hij dus. Vooruit kom ik daar aan rijden zo. Daarheen. Achteruit daarheen. Met de bocht heen daarheen. Gaan we eens even doen. Dik is de boel al mooi aan het egaliseren. Hier is breed zat. Dit zijn mooie adresjes voor mijn auto. Pas allemaal net. Dit wordt een aardig trickje hoor, om hem zo daarin te draaien. Moet lukken. Misschien dat ik een keer steken moet. Als ik nou hier zo'n bochtje omdraai, het stukje. Draai ik hem zo daar zo. En één keer het bochtje om, denk ik. Oh joh. Makkelijk. Nou, kijken dat ik niet stik draai. Ruimte zat, joh. Dat kan met de grote auto nog wel. Die even met dat ding, hè? Hij vindt het gewoon leuk om mee te spelen. Is natuurlijk ook wel een leuk speelgoed, hè? Maar ik zat.
Goh, stom hé. Ik kom net achter dat het verkeerde stenen zijn. Ik moet hier 8 centimeter lossen en ik heb 10 centimeter gelaaien. Is niet handig. Maar ja, gelukkig heeft de klant ze niet gelijk en nu direct al nodig, maar morgen pas. En, Dick die hier bezig is, die zit hier verderop, de straat verderop. Dus ik mag deze vracht bij hem even op de opslag neerzetten, zodat ik gewoon verder kan gaan met mijn rit. Want als ik nu moet om gaan ruilen, of dat ik dan terug ben, dan kom ik niet helemaal uit vandaag. Dus ja, dus dat laat ik ook zien. Dus ook, ja, fouten maken is menselijk. Dus ik ga deze vracht nu weer oplaaien en die gaan we verderop weer lossen. En dan gaan we weer verder. Goh, wat stom hé. Verkeerde stenen gelaaien. Ja, kan gebeuren. Vanmorgen in het donker gewoon van de verkeerde tas afgelaaien. Ik heb niet goed opgelet. Ja, fouten maken is menselijk. Kan gebeuren. Gelukkig kunnen we ze hier eventjes tijdelijk neerzetten op de opslag van Dick. Dan staan ze niet meer in de weg. En zoveel is er niet aan de hand. We moeten alleen deze stenen vandaag of morgen wel even een keer om gaan ruilen. Ja, maar goed. Het is niet anders. Het is wat het is. Dus we gaan gauw verder. Ik zou jullie nog vertellen wat we de rest van de dag gaan doen. Nou, we zijn nu onderweg naar het plaatsje Spijk. En Spijk is een heel klein plaatsje dat ligt achter Zevenaar, achter Lobit, daarin komt rijden. Helemaal achterin, tegen het water aan, tegen de Rijn aan. En in Spijk staat de fabriek, dat is de Hua. Dat is de oude naam. Daar in de buurt heb je twee fabrieken. Je hebt daar de Bieland en de Hua. En dat is overgenomen en dat valt nu samen onder de Van der Zanden groep. Maar goed, wij zeggen gewoon voor het gemak nog de Hua en de Bieland, etc. Dus Hua is een mooi fabriekje, kom ik graag. Ik moet zeggen, ik ben er ook al een hele tijd niet meer geweest. Dus leuk dat ik weer eventjes daar mag gaan laden. En leuk om een keer te laten zien in de video hoe het er bij de Hua uitziet. Als we daar gelaaien zijn, dan gaan we naar Veendam, naar de zaak. Dan gaan we bijlaaien. En dan gaan we alles lossen in de Bilt, in Bilthoven en in Soest. Die bandjes die we nu nog achter op de auto hebben liggen, die zijn versoest. En dan zijn we leeg. En dan denk ik dat we dan weer naar de zaak toe kunnen laden vanmorgen. Maar op de zaak hebben we dus nog wat te rommelen. Zoals ik al eerder zei, gaan we die voetrem er even op monteren. En ik heb nog wat te rommelen. Maar dat zien jullie vanmiddag allemaal. Als je hier rechts afgaat, dan ga je naar de Bieland. Maar wij moeten rechtdoor. Nou draaien we de dijk op. Bij Spijk. Of richting Spijk. Het plaatsje Lobit zijn we voorbij. Tolkamer zijn we voorbij. Kijk, dit is een hele oude fabriek. Die is al een tijdje opgedoekt. Is geen stenenfabriek meer. Tegenwoordig zit er een fabriek met opslag met heel veel buizen. Hier zijn ze toen 2 uur lang aan het graven geweest en hebben ze een haventje gemaakt. Dit zijn stijgers. Je ziet nou niet echt een bootje liggen, ja, daar ligt er eentje. Maar hier kunnen de grote boten die over de Rijn komen, kunnen hier aanmeren, kunnen overnachten. En dan kunnen ze volgende dag verder. Ah, het is wel mooi, het is nu helemaal aangelegd, maar toen vorig jaar, toen waren ze in het graven, het was alleen maar zand en kranen wat je zag. Het was heel mooi om te zien. Zoals ik al zei, ik was hier al een hele tijd niet geweest, dus dan kom je weer een keer en dan is het in één keer klaar. Dat ziet er wel mooi uit, het is mooi geworden.
Kijk, en dan naderen hier de fabriek De Hua. En je kan het al zien op de manier hoe de tassen zijn gestapeld. Ze staan allemaal recht in één lijn. Ik vind het altijd heel mooi om te zien. Voor een autist is dit super mooi om te zien. We kijken hoe strak het allemaal staat. Is het toch mooi? Is het toch mooi? Ja, daar moet ik blij van. Dat vind ik mooi. Hier hebben ze gelukkig nog niet zoveel veiligheidsregeltjes. Alleen een oranje hesje, verder niet, dus prima. Ik heb bonnetje gehaald en er staat op de late plek, dat is A17. 13, 14, 15, 17. Zie, dit is mooi makkelijk, hè? Dus A17, dik formaat, rossa. Hier mogen wij 5 pakken vanaf pakken. Oh, mis een steen. Dit zijn wel mooie pakken, maar het zijn grote, zware pakken. Het zijn klempakketten, zoals je ziet, zonder pallets. En er zitten overal wel genoeg bandjes omheen. Er zitten zelfs zoveel bandjes omheen, dat als je per ongeluk niet op de laatste laag pakt, maar één erboven, dan zal die nog blijven hangen. Denk toch? Gaan we niet doen. Gaan we het wel goed pakken natuurlijk. Dus. Kijk, dit is die pin waar ik het vanmorgen over had. Grote kans als ik hem nou om wil draaien, dat die... Oh nee, hij zit niet. Oh, maar dat ging wel een keer goed. Zo! Vaak staat er dus een beetje spanning op en dan krijg ik hem niet open. Dan moet je eerst met de kraan, rijden eraf, bla bla bla. Het hele verhaal wat ik vanmorgen vertelde, gedoe. Alleen nou krijg ik hem wel open, dus dat is mooi makkelijk. Kijk. Hier. Daar hoort dus een voetrem te zitten, die ligt op de zaak en die doen we vanmiddag erop maken. Dan knippen je eraf, ja? Ja, ik knip nu maar af. Oh, niet bang. Dat is een beetje. Ah, toch wel aardig dat we koek hebben gekregen bij de koffie. Ja. Fijne dag nog, hè? Ja. Doei. Nou, dat is nog eens aardig, hè? Bakje koffie, krijg koek erbij. Lekker. Zo, zijn we weer aangekomen bij de firma. Waar het even wat rommelig is op het terrein, omdat ze op het andere terrein de boel aan het omzetten zijn. Dit gaan wij zo laden. En nu zul je net weer zien dat die 5 pakken die we nu voorop hebben staan, die we die zo meteen als eerste moeten lossen. Ha! Dus die pakken gaan er even af. Dan gaat dit voorop. Dan gaat dat er weer achter. Die gaat ook voorop, die gaat als laatste. Is ook leuk, hè? Hebben we vanmorgen als eerste geladen. Gaat er als laatste af. Ja! Zo gaan dingen. Lekker man, dat is weer een mooi vrachtje zo. Dat ging tip top. Leroy zou zeggen tip top. Lekker matje. En Leroy, wees ook er goed van, hè? Nee hoor, ik hoef niet altijd iets ergens voor terug te krijgen. Ik doe dit met liefde. Nee, bij ons gaat het niet om concurrentie, hè? Zo, dan moet ik wel even voorzichtig doen met de kraan afstappen. Terwijl ik de camera vasthoud, anders heb jij straks helemaal geen concurrentie meer.
Dan leer ik hier gewoon beneden op de grond spartelen. Kan ik vlogjes maken vanuit het ziekenhuis? Moet ik niet willen. Nee, wat ik nog aan het vertellen? Ook concurrentie. Ah nee, ook concurrentie. Pff, hou eens op, joh. Ik doe graag delen en mij maakt het niet uit. Het is voor mij geen wedstrijdje. Welke vlogger wel of niet groter mag worden of kan worden of weet ik veel wat. Ik zie nou ook weer wat, hè. Kijk nou toch eens. Kan toch niet. Dit is toch geen uitstraling van de firma. Als hier zo'n klant erop komen rijden en die zien dit. Oh, 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 oh. Maar goed, wat ik nog wat vertellen? Oh ja, concurrentie, vloggers. Ja. Nee joh, kijk, ik haal mijn inkomsten niet uit YouTube-filmpjes maken. Dus ik gun een ander ook. Een ander is veel groter dan ik, joh. Ik maak leuke filmpjes en mensen kijken en dat is het. Dus voor mij speelt concurrentie niet. Dus ja, ik... hoe zeg je dat? Ik kan niet op het woordje komen. Ik beveel graag een ander kanaal aan, zoals bijvoorbeeld Leroy van Zanten. Ga daarheen, superleuk. En zo kan ik ook andere YouTube kanalen, YouTubers, vloggers. Zijn nog veel leukere, zijn nog veel meer leukere die ook gerust kan kijken. Bijvoorbeeld Rock'n'Roll Papa van Gerben. Die rijdt altijd naar Zweden toe. Hartstikke leuk om te kijken. Henry on the Road, kan je ook naartoe. Ook hartstikke leuk om te kijken. Wie hebben we nog meer? Touwtrucker Tim. Ja, dat zijn ook hele mooie vlogs. Die rijden op een berger en die gaan altijd naar ongelukken toe rondom Rotterdam. En die gaat daar de wrakken van de weg halen, zeg maar. Of auto met pechgevallen, stilgevallen auto's. Ook hartstikke leuk om te kijken. En ook hartstikke leuk om naar te kijken is natuurlijk Onderweg met Johan. Ook leuk. En zo zijn we met heel veel en met z'n allen maken we leuke dingen. En voor ieder wat wils. Nou, dat gezegd hebbende... ga ik weer verder. Nou, kijk eens. Ik ben dus op de zaak. Ik wil even een bakje koffie binnen gaan halen. Maar onze nieuwste aanwinst staat hier ook. Gaan we eens even bij kijken. De auto van Germán. Nou, dan zou je zeggen, ja, dat is gewoon een Scania die we altijd hebben. Maar deze zit vol met details. Het is de nieuwste aanwinst. Ik zal eens even met je langslopen. Allemaal dingetjes. Bijvoorbeeld. De witte ruitenwissers. Hartstikke mooi. Dit is meegespoten. Super. Dat is allemaal even anders, hè? Scania logo op de wielnaven. Ding eronder. Kijk eens. Dopje meegespoten. Hier meegespoten. Zelfs hieronder. Allemaal meegespoten. Slangenrek. Hoedlijn 3. Paar borden allemaal meegespoten. Meegespoten. Hier ook mooi detail. Scania logo. Achterkant ook. Ah, dit is wel een plaatje hoor mensen. Wat ook mooi is, kan je niet goed zien, maar hij heeft verlichting. Achter zijn... En dat kan je wel mooi zien. Verlichting achter de spiegels. Gaaf hè? Kijk eens jongens, niet wegrijden. Hey, kijk maar. Ik wou een heel mooi verhaal houden, maar blijkbaar heeft hij haast, hij rijdt weg. Hallo! We zijn nu in De Bilt. Vorige week ben ik hier ook geweest. Dan heb ik in alle vroegte spullen gelost. Voor hier, voor het busstation. Al die banden, die tegels heb ik allemaal neergezet. En. Moet ik even 100 meter verder, maar niet eens, 50. Dat heb ik allemaal hier neergezet. Dit busstation. Station, maar. Ja, die spullen voor die bushaltes. Bushalte, dat is het. Geen station, een bushalte. Heb ik er neergezet. Ja, wat moet je met die info? Hè? Helemaal niks, maar dat je het even weet. Hier ben ik gisteren ook geweest. Toen heb ik wat tegels gelost. Nu hebben we dus 5 pakken stenen.
Het is wel een heel druk punt hier ook. Dus ik ga even vragen. Kijk, ik ga eventjes de alarmlichten en mijn zwaailampen zet ik aan. Dan blijf ik even hier staan. Gisteren moest ik dus even doorrijden naar die rotonde, draaien, weer terug en dan achteruit daarin. Haalde die hekken weg, ging ik achteruit daarin. Dat heb ik daar gelost. Maar ga eens even horen wat hij wil. Oh, even wachten met de deur open doen. Matje! Eeuw. Mooi helmpje had hij. Als ik dan straks klaar ben, dan moet ik eigenlijk weer draaien. Want het handigste voor mij is dat ik de andere kant op ga. Dan moet ik hier naar links toe. Auto's aan, die begrijpen natuurlijk niet wat ik wil. Dat is ook lastig soms te begrijpen, hè, voor auto's. Hier nu rijd ik gewoon even achteruit. Hier moet het neergezet. Even een mooi plekje zoeken waar we de camera neer kunnen hangen. Zo kwamen jullie even naar beneden vallen. Zo, ga weg hier. Het is druk, man. Druk, allemaal bussen die staan te wachten. Ja, nu gaan we dus naar Bilthoven en dat is 2,2 kilometer verderop. Maar rechtsaf kan niet, een klein busluis. Zouden we eventueel wel overheen kunnen, maar dat mag officieel niet. Linksaf kan ook niet. Dat loopt op een gegeven moment dood. Eén richtingsverkeer. Dus eigenlijk moeten we even deze rotonde weer terug. Jeetje mina joh. Zijn er voor wegwerkers hier midden op straat staan. En wie zet daar toch die stenen zo op die hoek? Dat doe je toch niet? Prutsus. Is de of een winkelstraat van de Bilt. Het zal wel een zijn. Een drukke straat. Even kijken hoor, waar ik nou heen moet. Oh, rechts is voor rechts. Oh, shit. Ik moet hier links, maar ik mag hier dus volgens de bord alleen maar rechtdoor. Ik had volgens mij dat straatje daarin gemoeten. En dan daar naar links. En dan voor dat stoplicht wachten. Stoplicht, verkeerslicht. En dan daarin. Ik moet hier naar links. Kijk, mijn navigatie geeft het ook aan. Zie je dat ik zo rijd? Maar ik rij even gewoon rustig op. Ik wacht even totdat het tegemoetkomende verkeer weg is. Ik ga gewoon naar links. Uitkijken voor de fietsers.
Ook en lopers. Het is inderdaad wel een gevaarlijk punt. Die stoplichten staan natuurlijk heel anders afgesteld. Nou, gelukkig ging het allemaal goed. Er stond er geen politie op die hekken te controleren. Kennen jullie de film Herbie van vroeger? Die rijdende kever, of rijdende, pratende, zelf nadenkende. Hij is hier hoor, hij staat gewoon hier, kijk. Dat is Herbie van de film. Herbie, ken je hem niet? Maar die jongen, kijk eens van mij. Hey, ik denk dat de jonge kijkers hem niet kennen, maar zoek maar eens op YouTube of ergens anders. Herbie. H-E-R-B-I-E. Herbie. Dat is heel leuk om te kijken. Ja, hartstikke leuk. Autowasje. Oh, kijk. Kijk eens. Hij staat al te juichen, Dat is niet best dat die auto wegrijdt. Nee, nee, nee. Ik moet in deze rijden. Hè? Ja. Ja, ik was net aan het filmen. Ja, kom jij aan mooi zwaaien. Oh, dus ja, goed, zo mooi. Ik weet precies wat het was. Ja. Wat is de bedoeling? Hey, ik wil ze daar op de oprit hebben. Dus je mag zelf kiezen dat je hier dwars door het tankstation heen gaat. Of dat je even terugrijdt en aan dat inritje. Je kan even meewandelen, dan kan je het zien. Ja, ik wandel even mee. Ik ga even meewandelen. Nou, we moeten dus vanaf de andere kant inrijden. Nou, ga ik ook even, of even een blokje om. Of ik ga een stukje achteruit, maar moet ik even kijken. Maar vanaf de bovenkant kunnen jullie mooi meekijken. Zulke klussen komen wij dus ook het inrichten van nieuwe en oude benzinestations. Dat is een mooi klusje om te doen. Kijk, hier hebben we Herbie weer.
Ik zit me net te bedenken. Die auto. Ik heb net even opgezocht. Die films komen uit 70e jaren. De eerste film was in 1969. En de laatste dateert uit 1980. Zoals dat ze mooi zeggen. Hè? Dateert. Maar ja, dat is best wel lang geleden. Maar voor in die tijd was het heel modern. Die auto die kon dus zelf nadenken. Die kon een soort van praten. Zelf rijden. Ja. Die was, Herbie was vooruit. Strevend. Zo, hey, weer een stukje educatie meegenomen. Nu hebben we alleen nog die paar bandjes voor Soest. Daar gaan we naartoe. Lossen. En dan gewoon naar de zaak. Op zaak denk ik dat ik even moet laaien voor morgen. En dan gaan we even knutselen. Kijk, die hondje daar is gezellig zitten. Keurig. Ajo! Het zwembad in Soest. Hier ben ik al verschillende keren geweest. Even achteruit daar naartoe. Kijk nog even over die rem. We hebben dus hier een gat. We hebben hier een gat. En die pin, die gaat dan in dat gat. Dat is natuurlijk de beste rem die er is, maar hij staat vast. Kijk, dit is dus die voetrem waar ik het vanmorgen over had. Dat gaan we straks even op de kraan monteren. We gaan even de boutjes erbij pakken. Ik heb hier de boutjes bewaard. Zie. Ringetje erbij. Nemen we even dopje 19 mee. Met de ratel. Kijk. Deze moet daar zo komen. Dat is dus die voetrem waar ik het vanmorgen over heb. Gaan we even vastmaken. Handig zo, collega. Super handig. Hoppakee, weer een paar mensen blij gemaakt. Nou, dit was hem voor deze keer. Like en abonneer en tot de volgende keer. Doei!